Welkom bij Paarden Begrijpen. Mijn naam is Marijke de Jong. En vandaag hebben we een vraag van Christine van Kouwenbergen. En zij schrijft, klopt het dat paarden die de manen naar links dragen, dat die ook links gebogen zijn en omgekeerd? Nou Christine, dat is niet altijd standaard zo. Want er zijn links gebogen paarden die de manen naar links hebben hangen. Maar er zijn ook links gebogen paarden die de manen juist naar rechts hebben hangen. En er zijn paarden die de helft naar links en de helft van de manen naar rechts hebben hangen. En er zijn er ook nog paarden die de manen naar beide kanten hebben hangen over de gehele manenkam. Dus dat zijn nogal wat mogelijkheden bij een links gebogen paard. Nou is de algemene opvatting wel zo dat een links gebogen paard de manen naar de lange, bolle, slappe kant heeft hangen. Dus een links gebogen paard zou dus over het algemeen de manen juist naar rechts hebben hangen. Maar nogmaals, de foto's tonen wel aan dat er wel meerdere varianten zijn. Dus ik zou niet te snel het paard een etiket opplakken dat als de manen naar rechts hangen, dat het dan een links gebogen paard is. Of als de manen naar links hangen, dat juist het paard rechts gebogen zal zijn. Ik zou dus eerder naar de bespiering kijken en de manier van beweging. Dat geeft meer garantie dat je goed kunt bepalen of een paard links of rechts gebogen is dan de dracht van de manen. Oké, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.